Goedemiddag iedereen. Um, dus ik ben hier om te praten over een hele brede topic, decolonisatie. Maar eigenlijk, wat is dat? Ik zal eerst beginnen met iets heel simpel, het gevoel van uitbuiting. Ik denk in elke school erkennen zij wat pesterij is. He? Dus ik denk iedereen op, op een of andere manier. Is eens een doelwit geweest uh, van pesterij. Dat gevoel dat, dat, dat je misschien niet bij een groepje hoort of bij een team hoort wat je graag zou willen bijhouden omwille van je tand of je sproetjes of je haar, je rode haar of je mankt misschien een beetje. Het is geen vrij gevoel. Het is een, uh, een gevoel van, hmm, ik kan niks aan doen, maar ik wil ook toch daarbij horen, maar dit is eigenlijk gewoon uh, gericht aan een persoon, een individu. Het is niet, nog steeds niet iets wat eigenlijk in de in de stru, gestructureerd is, in de inst, in, geïnstitutioneerd is. Maar pak maar als jij niet in een schoolcontext zit. Ja, maar in een schoolcontext hebben wij gemerkt over de jaren heen, dat dit is gewoon niet oké okay. is. In het begin was er een beetje zoeken van hoe kunnen wij zoiets vatten, maar de meeste scholen hebben ondertussen nul tolerantie tegen pesterij. Dus het kan. We kunnen. Maar ja, wat? Als je verder gaat naar een andere terminologie die misschien ook wekt aan die ideeën van uitbuiting... Dan praten we over discriminatie. Nou, binnen dezelfde uh, samenleving, binnen een uh, allemaal witte of allemaal Afrikaanse groeperingen, zijn ze weer in, in subclusters, in kleinere clusters misschien. Sommigen uh, sommige zijn veganisten, sommigen zijn uh, vorgaya, sommigen zijn uh, uh, echte strenge socialisten. Uh, en en ze, ze vinden dat, ja. Er is iets wat hen verbindt in een bepaalde, bepaalde cluster en in die cluster, de één cluster, willen ze de oud cluster niet. Daardoor doen ze geen kwaad op de andere cluster en daardoor is er eigenlijk ook um, ja, geen machtsverschil per se tussen de, de verschillende clusters. Maar dat gevoel van ik wil ook bijhoren, maar ik hoor daar niet bij, dat doet wel wat pijn. Maar het is weer eens niet ingebed in de structuur. Brengen we... Gaan we dan naar de volgende, dat is racisme. Racisme. Dat nou, als één cluster van de samenleving gewoon geacht wordt als superieur tegenover een andere groep. En bovendien die, die cluster of die groep dat uh, superieur geacht wordt, eigenlijk hoort ook thuis bij. Wat men beschouwen als, um, als macht in de samenleving met dezelfde kenmerken, met dezelfde manier van denken, met dezelfde roots, uh, gedeelde roots. Dus dat dezelfde personen, dezelfde cluster van mensen, als je lid zijt van die uh, cluster, ongeacht of je arm bent of niet arm, dat je toch gelinkt wordt met alle die. Uh, die, belangrijke, uh, ge, die belangrijke kenmerken: kenmerken van macht, van superioriteit, van zegenschap, van, van diegene die eigenlijk telt, tegenover de andere die inferieur geacht wordt, of geen, minachtig, uh, min geacht. Uh, en dat ze verder, die mensen die zogezegd inferieur geacht worden, ook de mensen die superieur zijn, gebruiken dan. Die gelegenheid om ze minderwaardig te aanvaarden, dehumaniseren, denigreren en eigenlijk een beetje ja, niet beschouwen alsof ze op hetzelfde niveau kunnen zijn op alle vlakken. Probleem met racisme: het is dan ook ingebed in onze instituties zodanig dat bij bepaalde, voor bepaalde groeperingen van mensen die eigenlijk lid zijn van de inferieure uh, cluster van mensen, die hebben minder mogelijkheden of zelfs geen mogelijkheden tot bepaalde uh, posities of uh, uh, diensten dat de zogezegd leden van de superieur gehakt uh, groep uh, mag, mag, uh, mag, ja, nee, zo gemakkelijk kan vinden wat we dan noemen dat So, sommige mensen in de, in de samenleving eh, hebben um, een, een privilege. Eh. Heel dikwijls de mensen die superieur geacht worden hebben ook de witte kleur eh, van huid, dus van hun kenmerken. Ze zijn Caucasian van hun roots. Ze zijn christenen. Ze hebben een link naar, uh, naar de, wat ik hoor, de verlichting, de, de enlightenment. Eh. De, ze hebben bepaalde dingen dat ze eigenlijk de, uh, delen. Terwijl de andere wordt dan beschouwd als de andere, want die heeft dat niet. Wat ook in het kader van, uh, van onderwijs. die mensen die behoren tot de superiore groep. zijn ook de mensen die eigenlijk. de bronnen. van waar wij kennis linken. Dus uh, onze kennis. De, de, de mensen met autoriteit en zegenschap op kennis. op knowledge. Op ratio zijn weer eens de white people. Maar ja, zwart. Let's just go a little bit deeper. Waarom zeg ik dat deze probleem eigenlijk ingebed is in onze samenleving? Uh, we vinden dat heel veel van de gedachten die eigenlijk uh, ervoor zorgen dat bepaalde mensen eigenlijk een ander niveau hebben of een andere achting uh, hebben in onze samenleving. We kunnen die manier van denken troep traceren of troep vinden ook in dezelfde uh, gedachten of principes die gebruikt werden om mensen te, de, te koloniseren. Dat men eigenlijk hun eigen thuis verliet om naar een ander land te gaan en daar in die andere land eigenlijk een soevereiniteit op te eisen door die andere mensen te dehumaniseren, door die andere mensen tot slaven, tot slaven te maken, door die andere mensen hun, uh, uh, hun, uh, 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 hun resources, natural resources, eigenlijk te extracten. En eigenlijk uh, om, om daar gewoon ingebed te zijn. Hoe hebben ze dat gedaan? Door eigenlijk een hele procedure van. Uh, Hallo ah, wat moet ek sê? Van van ja, van eh uh, van Ja, uh, hersenspulling, uh, propaganda enzovoort, om echt te laten tonen dat kijk, die mensen, ze zijn het niet waard, ze zijn niet slim genoeg, ze kunnen eigenlijk niet omgaan met hun, uh, hun natural resources, hun grondstoffen. Wij moeten ze gaan helpen, we moeten ze eigenlijk, we doen het, het is, het is onze, onze lot, de white man's burden, laat ons die mensen gaan helpen. En dan uh, doen ze eigenlijk een gunst naar alle die mensen, uh, brengen ze dat ook religie aan die mensen brengen ze ook cultuur aan die mensen uh, de mensen moeten dan ja hun cultuur is ook niks waard, want het is eigenlijk ook min minachtig niet eigenlijk zo hoog geacht nu waarom is dat nu zo slecht kolonisatie is toch ja in de 60 jaren geëindigd inderdaad de geopolitieke kolonisatie is in de 60 jaren geëindigd voor de meeste landen die gekoloniseerd werden maar de gedachtegoeden van kolonisatie, die kunnen wij nog steeds ervaren um, vandaag. En nog erger, die, die, die zijn zo diep ingebed in onze, alle, alle, alle echelons van onze samenleving. En daarmee bedoel ik uh, onze, onderwijs, onze, uh, onze onderwijs, onze politiek, onze wetgeving, onze, alle echelons van onze, onze samenleving. Vind je gewoon die, um, die, idee van, uh, die ideeën die, uit, uh, die ontstaan? Van de koloniale tijden. Die gedachtegoeden blijven gewoon onze samenleving bepalen. Willen of niet. Dus mensen die gebruiken alle die terminologieën of alle die manieren van denken en doen zonder eigenlijk na te denken. Van waar komt dat? Ben ik echt superieur? Dus en in deze zin wou ik eigenlijk iedereen uh, meenemen om even te reflecteren. van hoe kunnen wij die topic van de kolonisatie hanteren? Hoe kunnen wij het beter gaan begrijpen? En hierin vragen aan mensen, ja, gebruik maar... Vier manieren om te reflecteren dan gaan jullie zien dat we eigenlijk zijn geraakt door hetzelfde mes. De eerste is natuurlijk reflecteren, maar kritische reflectie over wat is kolonisatie? Wat betekent dat eigenlijk? Oog in oog kijken naar de hele gewelddadig, de ruwe, de moord, de slavernij, de, 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 de extraction. Eh? Dus van, van resources, van, van, van kennis, uh, van, 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 van mensen, hun, 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 uh, hun, hun kracht, hun leven. Denk eens aan dat en dan. Als je daaraan denkt, denk nu, wie heeft dat gedaan? Was het de hele België, als het gaat over de Belgische kolonisatie? Was het de hele België, die na Gins is getrokken? Nee, nee. Was het de hele bourgeoisie? Nee. Het was maar eigenlijk vier clusters van de bourgeoisie. En een kleine, eigenlijk een kleine percentage van de bourgeoisie. En ik zal ze in een, in een ruwe vertaal zeggen van, van de Koningshuis... De kerk, de staat hè? en natuurlijk de handelaars. Dus op basis van die vier mensen, die hebben gewoon uh, zijn naar Gins getrokken om daar eigenlijk wat te roven of, en om dat te legitimiseren, hebben ze de anderen moeten eigenlijk, uh, wat moet ik zeggen? Uh, zeggen dat ze gewoon het niet waard waren. Ze zijn gewoon te kinderachtig, ze kunnen dat niet aan. Maar ze hebben juist hetzelfde methodiek. Gebruikt om hier, want ze konden niet gemakkelijk naar thuis komen met die roof, die prooi, die die ze gepikt hadden, zonder eigenlijk uit te leggen. Maar nee, ze komen hier om te zeggen, maar hé, hey, wij zijn superieur. Wij hebben die mensen eigenlijk geholpen. En weet je, al die goederen, al die miljarden en miljarden dat wij hebben, dat investeren we terug naar onze natie. Dat gaat terug naar onze infrastructuur. Dat gaat terug naar onze scholen, naar onze gebouwen. Dat gaat naar jullie. Het is Geld. en ze hebben de mensen zo geïndoctrineerd dat ze gespoeld van, jullie zijn superieur inderdaad, ga maar, ga maar dat doen, want het is eigenlijk voor de goedwil van de mensen. En terwijl de gewone mensen was heel content waren met hun wegen en hun gebouwen enzovoort, hebben ze geld in hun zakos gehad? Nee. Hebben ze profijt gehad? Nee. Terwijl dat we weten, die vier mensen, en ik zeg vier mensen, maar ik bedoel daarmee vier clusters... Die zijn nog steeds die hebben nog steeds erfnamen die profijt halen. Tot vandaag zijn ze nog steeds bezig met extractions. Tot vandaag hebben we nog uh, erfnamen van Anfas, van Abir, van, van Dexia, van alle die. We hebben, we hebben, ze hebben erfnamen die geld in zijn hebben, maar wij zijn content. Wij hebben onze wegen. Huh? Wij zijn content. En uh, bovendien. Nu dat mensen beginnen te praten over kolonisatie, over, over uh, het feit dat we eigenlijk uh, ja, iets moeten terug gaan geven enzovoort. Nee, nu iedereen moet dan eigenlijk uh, nadenken van, ah, uh, wat hebben wij gedaan? Nu de schuld is voor iedereen, pak maar de schuld of de reflectie, maar eigenlijk laat ons gewoon eerst en vooral weten... Wij zijn ook de gewone mensen, het pluritariat, is ook gewoon gedupeerd geweest, is ook gewoon geroofd van de normale groei van hun trajecten. He? Dus dat ons daar zijn, dus in de eerste instantie daar zijn wij geraakt door hetzelfde mes van de kolonisten, van pak maar de vier schurken, wij zijn geraakt, zowel de gekoloniseerde als de erfnaam van de koloniseerde als als van de kolonisators. Die ene weliswaar is misschien 500 miljoen. Uh, duizend, miljoen keren gestoken en de andere misschien een kretsken gekregen, maar het is belangrijk om je af te vragen: als ik op straat ga wandelen, en iemand komt me gewoon kretsen zonder reden. Ik zou ook mee afvragen, maar waarom? Toen ik mijn thuis verliet had ik geen krets en nu heb ik wel één. Dus dat is de tweede reflex dat we moeten to maken. Wie heeft dat gedaan? En dan het tweede dat we hier ook geraakt zijn door dezelfde mes. En nu de derde is om te reflecteren on... van. De, de rendabiliteit van kolonisatie. En kolonisatie was rendabel. In feite kon je niet praten over België als een welvaartsstaat, zonder te praten over imperialisme, moderniteit en uh, natuurlijk alles kapitalisme wat daarmee gepaard is. Eh? Dus. Uh, ons ontstaan heeft wel heel veel te maken met uh, kolonisatie. Ons welvaart hier in België heeft veel te maken met uh, kolonisatie. Dus willen of niet, hebben we een trickle-down effect, toch, toch profijt gehaald van kolonisatie. Dat brengt ons naar de vierde punt, is nu dat we beseffen dat we alle twee zijn geraakt door dezelfde mens. Soms. Uh, soms Yeah, that we wisdom, sometimes on-bewust, on uh, un, unconscious uh, bias, and so forth. What can we may do? And herein vind ik well, leraren uh, of pedagogy, a very good inspiration. For me, I think we need to learn, but act learn. What is colonization? But look at it in all its extremities, in all its, you know, in all its. Uh, Uh, myriad, myriad exposure. Kijk eens goed in de ogen van wat is kolonisatie Twee, Unlearn. Begin maar af te leren. Af leren van de leugens. Af leren van de, wat niet waar is. Af leren van wat, wat, wat eigenlijk uh, ja, niet klopt. Van de erase van de andere mensen. Van ook jezelf. Van hé, hey, ben ik echt superieur? Vraag jezelf af. En dan drie, Relearn. Rilaan omarmen van alle die nieuwe pak maar, geïnformeerde informatie, dat eigenlijk alle die andere perspectieven binnenbrengt. Nu, als veel mensen denken over dekolonisatie, het stopt misschien met... Uh, ah ja, uh, we, gaan, we gaan onze geschiedenislessen verbeteren of we gaan kijken. Nee, ik denk dat het veel verder dan dat dient te gaan. We dienen ons aan ons te vragen van in, onze, in ons klaslokaal, die ontstaat door zoveel... Verschillende leerlingen, eigenlijk onze, onze, leerlingen, onze leerlingen zijn super divers. Ze komen van zoveel verschillende culturen. We kunnen niet meer spreken van een eenkleurige uh, pakma of een eencultuurige groep uh, van uh, leerlingen. Wij zijn zeer divers. En in die zin, als we zo divers zijn, dan vind ik, en dit is mijn mening ook als een leerkracht. Het is eigenlijk bijna kindermishandeling om aan die kinderen maar één visie, een Eurocentrische visie, te blijven geven aan die kinderen. Het is wel niet eerlijk, terwijl er zoveel andere mogelijkheden zijn, en oh, zoveel andere kennisbronnen zijn, zoveel andere geïnspireerde sprekers zijn, zoveel andere manieren van leren zijn, dat we blijven nog steeds uh, de hele eenrichting Jullie zijn vessels. Listen to me, I'm just going to fill you in. And what I fill you in with, ik weet niet of het eigenlijk zou evolueren naar een job, of jullie gaan misschien gewoon uh, gelijk een puppet dingen terug. Uh, uh, ja, ja, terug naar, naar de wereld geven zonder eigenlijk te, te leren nadenken, zonder eigenlijk de, de, wat moet ik zeggen, de prikkels te krijgen om de wereld te veroveren, onze wereld die eigenlijk ook super divers is geworden. Dus hierin dienen wij als leraren ons aan te vragen van, ja wat doen we? We zijn leerkrachten, we, uh, ja, we zijn eigenlijk de ambassadeurs van, 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 van kennis, hè, want we brengen dit over naar de leerlingen. Hè? Wij zijn degenen die eigenlijk beginnen met pak maar de zaadjes. Dus het is aan ons om te denken: hé, hey, wacht eens even. Van waar? Hoe komt het dat wij blijven nog steeds die eurocentrische vorm van, van onderwijs doorgeven? Denk eens aan het verleden. Van waar komt dat? Van de tijd van de kaart. Toen Descartes zei, uh, toen in die tijd was het eigenlijk theocratie, alles was God en God wist, God wist alles. Alle kennis, alle bronnen, alle leven kwam van God. Maar Descartes en de filosofen van die tijd die zeiden van nee, er is eigenlijk een, een scheiding. Ik kan ook denken, er is een scheiding. Er is autoriteit van God, maar er is autoriteit van de mens. En de mens op die moment was eigenlijk geviseerd op de heteronoom, uh, heteronormal man, uh, dus de man is eigenlijk uh, yeah, de bron van kennis, ook gelinkt met andere filosofen die praten over homo economicus, patafamilias enzovoort. De man is hoofd van gezin, de man is degene die de ratio heeft. De vrouw is altijd min, ze is gewoon een uh, dependent, maar ook niet ratio. Dat wil ook zeggen dat niet Westers, want de man was ook gecontextueerd in de West. Dus de West, de man, dat ratio. En de rest niet ratio. Dus dan brengen wij ons aan de. Andere wereld die eigenlijk niet ratio is. En met dit manier van denken werd gewoon geïntrapoleerd en ge genomen in, in allerlei argumenten. Als het ging over, over, uh, over uh, religie, over de missionarissen, over, over antropologen, over de ont 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 ontdekkingsreizigers. Die gebruikten gewoon dezelfde, dezelfde redenering van de centriciteit van, bron van, van, van kennis en wie eigenlijk de zegenschap heeft. Heeft. Meestal uh, gefashioned op de man, de meneer. Hè? En dit hebben we ook in universiteiten. We spreken ook uh, heel dikwijls, de methodieken die we gebruiken in universiteiten zijn zeer, eigenlijk zeer mannelijk, we hebben een hele mannelijke gaze. Hè? De methodieken die we gebruiken in ons onderwijs, hier, geen overal, want de, koloni de kolonisten hebben het ook naar de kolonie kolonies gebracht, is ook dan dezelfde zeer eurocentrische. We vinden nu meer en meer de koloniale experten en filosofen die zich afvragen van het is niet genoeg om geschiedenis te, ja, te herzien en, en eigenlijk te herschrijven, maar het is eigenlijk belangrijk om, om kennis toekomst te, te herzien, om je af te vragen eigenlijk om, om te leren hoe, hoe, uh, hoe arm uh, die ene single kijk is naar, uh, naar kennis en te aanvaarden dat er zijn ook andere perspectieven. We horen uh, auteurs zoals Mignolo, zoals uh, gross als jullie eigenlijk uh, willen verder gaan lezen en die zeggen altijd zelfs een universiteit dient eigenlijk te, te meer multiperspectieven te hebben, dient eigenlijk te, te, te schiften van universiteit tot pluriversiteit. Hè? Het dient eigenlijk pluriverseel te zijn, waar het alle die andere kennisbronnen ook inhaalt, waar het ook alle die, uh, manieren van leren ook inhoudt, uh, waar, het, waar het eigenlijk uh, een, 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 een vorm van onderwijs biedt, dat weerspiegelt ook de superdiversiteit van de leerlingen, van de wereld, van... Dat hen een be beter bewapent om eigenlijk uh, om te gaan in deze wereld, in hun habitat, die ook eigenlijk uh, werkt, zo een super diverse manier van denken. Nu, er is maar voor, volgens mij maar één universiteit die geslaagd is geweest in, uh, in uh, iemand te laten doctoreren in indigenous... Uh, knowledge resources, en dat is ergens in Zuid-Afrika, ik vergeet de naam. Maar wauw, magnifiek dat dat eigenlijk nu kan. Dat in bepaalde universiteiten uh, kunnen ze, hebben ze nu aanvaard dat je kunt op heel veel andere manieren uh, de leerlingen iets laten weten. Bijvoorbeeld, uh, we, we naderen nu naar sint uh, Sinterklaas uh, en de hele discussie over onze tradities. En wat is dan wat? Maar we kunnen het ook anders doen en tijdens die periode ook misschien maak het maar uh, grootouders week en breng eens de grootouders om ook hun ervaringen en hun kennis te delen, uh, maar hun, hun rijke rijkelijke ervaring ook te, te delen in de klas. Ik vond het heel fijn, persoonlijk ben ik echt onder de, onder de indruk van wat Inspired doet, want ik ben super, super geïnspireerd. Ze zijn eigenlijk op de juiste richting, maar ik ga gewoon één ding uh, inspringen en dat is uh, waar ze ook heel goed in zijn en dat is het belang van taal. Want we dienen, dat is voor mij het meest persisterende koloniaal monument dat er is. We wij wij beseffen zelfs niet hoe staan vast. het is. Eigenlijk de, 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 de meeste gevaarlijke koloniale monumenten zijn onzichtbaar, we zien ze niet. Heel veel van de zichtbare monumenten wij lopen gewoon voorbij zonder zelfs te weten dat het daar staat. Maar het staat er, want het blijft voor diegene die erkent waarvoor het bestaat en aan, aan wie geëerd wordt door die monument. Het doet wel pijn. Nu, kom je terug naar, naar taal. Er zijn inderdaad heel veel organisaties nu uh, in de sociaal-culturele sector die bezig zijn met, met het herziening van taal. Want ze beseffen nu uh, dat de taal vreemde context. Ik weet niet of jullie gemerkt hebben, maar ik praat niet over, uh, over slachtoffers. Ik praat liever over doelwitten van iets. Een doelwit kan ook een slachtoffer zijn, maar ze zijn doelwitten. Een doelwit heeft meer agency. En daarom zeg ik... Zeer bewust doelwitten. We zijn bezig over heel veel um, aspecten van, van praten en terminologieën. En hierin kun je ook, ook uh, denk ik, dat het, uh, we zijn nu, we wonen een leven waar we eigenlijk uh, niet meer in clusters uh, uh, gaan zijn. Dat uh, is eigenlijk wat de, de Belgische manier van werken is. Maar laten we ook kijken naar wat gelijkdenkende mensen aan het doen zijn. Dus de inspiratiegids is ook uh, heel fijn en mago gedeeld. Worden. We zien mensen gelijk Studio Globo uh, enzovoort, die ook bezig zijn met zeer met interessante. Um interessante uh, dingen, um, um, uh, st uh, studietools of educatietools, uh, die kan ook kunnen ook gepresteerd worden door Inspire, want samen worden we sterker en sterker. Samen zien we uh, dat de zaadjes zijn, eh, eh, eigenlijk overal, maar eigenlijk het is het is geen zaad, maar, maar misschien eerder een, uh, een klimop. Hè? Dus, uh, eh, want het heeft roots overal en de roots zijn veel dieper dan wat een zaad heeft. Een zaad is net als ik ben begin en ik ben einde van wat ik creëer. Nee, we maken gewoon links onder, we maken gewoon links naar omhoog, gelijk een klimop. We gaan interwoven door elkaar. door alle die informatie te delen, door elkaar nog uit te dagen. Zelfs als we met een bepaalde term komen en we parkeren daar, dan dienen we onszelf echt te vragen van: is dit dat? Bijvoorbeeld nu heel veel van de mensen in, uh, in uh, de vroegere uh, ontwikkelingssamenwerking. Die praten over uh, internationale solidariteit. Ja. En ik zeg maar, internationaal? Hoe kan het internationaal zijn terwijl één gedeelte van de wereld mag beslissen wat een nazi is? Dus als één gedeelte van de wereld nog steeds mag beslissen wat een nazi is, heeft de autoriteit, heeft de bron de kennis, de zeggenschap ken om te zeggen wat een nazi is, hoe kunnen we dan internationaal, internationaal uh, dingen uh, samenwerken? Ik weet het niet, maar een vraag. Solidariteit, we hadden in de zomer, wat een ramp, wat een ramp dat, dat Luik had meegemaakt met al die overstromingen enzovoorts. Uh, stel eens voor dat een uh, 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 dorp. Uh, van, van mensen vanuit ergens in een, in een grote stad, een Afrikaanse staat, die een beetje meer ervaring heeft met overstromingen, beslissen van weet je wat, wij gaan naar Luik, wij gaan die mensen helpen met onze expertise, met onze, uh, we gaan gewoon solidair zijn. Mogen ze wel naar hier komen? Kunnen ze wel tot hier komen? Ik denk het niet. Dus waar is de solidariteit? Als de mensen gewoon structureel. Geen kans krijgen om solidair te zijn. Dat is gewoon die mensen hun actie niet beschouwd worden als solidair acties. Dus er zijn heel veel meer voorbeelden waar, waar ik mensen uitdaag om goed na te denken. Zelfs gewoon um, over mensenrechten, over, we kunnen veel meer over die dingen gaan. Dus het enigste wat ik kan met mensen kan zeggen, het is tijd om dit te omarmen. Eén, we kunnen meer dan bondgenoot. Uh, bondgenoten zijn, we, we, we can be more than allies, we need to zijn. comrades. Het is ons probleem, want we hebben allemaal evenveel baat aan het, het, uh, ja, het, uh, het de zoektocht naar uh, structurele en duurzame, uh, duurzame oplossingen. Het is ons probleem. We dienen elkaar oog in oog te kijken. We dienen de waarheid oog in oog te kijken. We dienen af te leren. We need to unlearn the lies. Want er is eigenlijk heel veel wat niet waar is. En we zijn eigenlijk veel slimmer dan dat. Deze conversaties zijn al, al decennia bezig. Persoonlijk ben ik al meer dan 35, uh, 35 uh, jaar bezig als activist. Dus het is niet iets wat we vandaag zijn, uh, met wat we vandaag zijn begonnen. Het is iets wat langer bezig is. Dus laat ons dingen uh, uh, learn, laat ons samen unlearn en laat ons samen relearn. Nu, het is een zeer verrijkende proces inderdaad, zoals je ziet bijvoorbeeld met, met onderwijs, maar het kan ook een zeer, pak maar, pijnlijk uh, proces zijn uh, in de zin van. Om echt te learn and learn and relearn, dat werkt ook een verlies, verlies van zegenschap. Want die onwettige, on onwettige, uh, onwettige uh, zegenschap, uh, onwettige legitimatie, illegitiem legitimatie, dat is een verlies van, een verlies van positie, een verlies van, 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 van macht, een verlies van om eigenlijk te, te, die ruimte te bieden aan diegenen die al zo lang is eigenlijk uh, op, uh, opzij gehouden. Who was not allowed to take this space. Het werkt, uh, het werkt echt een eerlijk uh, begrip van wat zijn de, de structurele problemen die maken dat bepaalde mensen niet tot hier kunnen komen. Bijvoorbeeld, ik hoorde een heel mooi voorbeeld van, uh, van de sharing. Hè? Heel heel fijn. Maar ik vraag me af in hoeverre. Zijn, want het, uh, om, om echt een heel goede share te, te hebben, heb je ook heel veel pak maar, ervaringen gehad, heel veel geprikkeld geworden, misschien door je reizen enzovoort, misschien ook door heel veel ondersteuning dat, hier, dat men hier krijgt. Maar ginds waar ze minder hebben, hebben ze ook de mogelijkheden, uh, de interesse, de potentie, de potentie om alles uh, te leren. Maar ze, zijn, um, ze hebben niet de, dezelfde... Uh, Kansen. Structureel is het niet mogelijk om te reizen. Structureel is het niet mogelijk uh, dat hun uh, visie en ideeën ook aanvaard wordt met dezelfde hoog, hoogachtingen als uh, de mensen van de andere kant van de wereld. Structureel, we moeten niet vergeten dat als die ene kant na zoveel jaar nog steeds zo ferm gelooft in hun superioriteit, na honderden, honderden jaren van dit soort leugen... Dan alsjeblieft moeten we ook begrijpen dat de andere kant na honderden, honderden jaren van gewoon uh, beschouwd worden als inferieur, dat ze ook dienen te decoloniseren. Ze dienen echt af te leren van bepaalde manieren van denken en doen. Ze dienen echt geboost te worden in hun kennis en hun manier van doen. Als men spreekt over uitwisseling, ik denk dat de uitwisseling komt van... Dat gewoon die erkenning van we are in this together. En die erkenning van ik kan me, ik, ik, ik kan, ik kan, kan me eigenlijk inzetten in de, in de positie van de ander en ik kan eigenlijk beginnen te denken vanuit die perspectieven van de ander en ik kan echt van die perspectieven van de ander in dialoog met die persoon zijn. Niet alleen in dialoog met woorden, in dialoog met hun problematieken, in dialoog met hun uh, obstakels, in dialoog met hun uitdagingen, in dialoog met hun dromen, in dialoog met wie ze zijn. Laat ons die woord dialoog explosief een betekenis geven. Laat ons reflecteren samen. Want dat, dat is de koloniseren.